En kan ik hem ook weer omhoog halen nu? Kan ook. Mag dat? Dat mag. Ligt hij goed zo? Met het laten zakken van een enorm betonblok startte de wethouder de bouw van de parkeergarage voor 345 auto's. Yes! Touchdown, jongens! Het is gelukt. Wat je ziet hier in de oranje buurt die hier achter ligt, is dat er best wel veel grote parkeerdruk is. Ik heb net ook geprobeerd mijn auto te parkeren hier en ik moest best wel even een beetje zoeken. En het is ook belangrijk dat we hebben hier een intercity station. En mensen uit de omgeving kunnen dan ook makkelijk hun auto parkeren om dan ook goed gebruik te maken van het intercity station. Om zo in de rest van Nederland te komen. De wijk rond het Dierense station heeft behoorlijk last van het werk. Wordt al gebouwd aan de traverse sinds 2015. Omwonenden waren aanvankelijk fel tegen de parkeergarage. Ik woon daar op de hoek hier bij die hoge boom. Kijk, het parkeerprobleem moet opgelost worden. Maar je moet ook rekening houden met het woongenot van de mensen die achterblijven. Door overleg zijn de plannen wat bijgesteld. Zo wordt de parkeergarage minder hoog. Maar of dat genoeg is... Misschien dat het uiteindelijk meevalt, dat zal de tijd leren. Ik denk wel dat het schrikker zou zijn als de Wanterstraat, straks 3,70 meter. Dat is er wel even schrikken, denk ik. Maar die wand wordt begroeid, dus ik wacht gewoon af hoe het over een paar jaar gaat uitpakken. En zo is het plan Traverse Dieren weer een flinke stap verder. Het werk is in het najaar van 2018 afgerond.